Welkom bij Regio TV aan tafel. We hebben mooie onderwerpen voor u, maar nu één speciale gast. Die is op dit moment in Nederland, maar wij hebben een live verbinding met meneer Rabin Parmisser. Een bijzonder hartelijk welkom. Dank u. Allereerst, het zijn roerige tijden voor de NDP. Mogen we dat stellen? Nou, we zijn een politieke partij met beide benen op de grond. En te midden van de chaotische beleid van deze regering, dan kan het niet anders dat we dan ons actief moeten opstellen in het belang van de samenleving. Ja. Uw partij heeft nog geen nieuwe voorzitter. Ligt dat aan de kwaliteit van de bestuurders? Is het moeilijk om een nieuwe bestuurder te vinden die voorzitter wil worden? Oh nee hoor, we hebben een aantal mensen die graag zouden willen, maar om de goede keuze te maken. Je moet weer niet vergeten dat we een voorzitter hebben. Ja? En dan zullen we op korte termijn ook aan een van de vereisten moeten voldoen, omdat we een interne verkiezing moeten houden. Anders mag je ook niet deelnemen. De wettelijke regelingen in Suriname moeten we in acht nemen. Nou, dat komt wel. De mensen moeten niet paniekerig worden. We hebben dat allemaal op een rijtje gezet. En dat komt wel. Ja, dat is goed dat u dat zegt. De wettelijke regelingen, die moeten in acht genomen worden. Maar dat betekent dan ook, als iemand die veroordeeld is, dan toch eigenlijk ook volgens die gerechtelijke macht toch geen mooie functie kan hebben in zo'n partij. Ja, maar in, onze wettelijke regelingen in Suriname laten een aantal zaken toe. Dus wij zijn gewoon volgen de wettelijke regelingen. Ja, nou, we zijn in principe in aanloop naar de verkiezingen. Daar is heel veel over te doen in Suriname, zeker met de nieuwe kiesregeling. Wat de uitkomst ook is, bent u van plan om een coalitie aan te gaan en weer regeringsverantwoordelijkheid te nemen? Ruim vanaf en welke keuzes, welke ideologie de partners zullen hebben. Maar laten we rustig zijn, laten we gewoon actief werken naar de verkiezingen. En wij zetten ons maximaal in voor een grote verkiezingswinst. En uiteindelijk, zoals het altijd gaat, dat merkt u nu ook in Nederland. Ja, dan, de zetels gaan bepalen wie met wie wat de mogelijkheden zijn. Maar niet alleen de zetels, ja, dan, wat de ideologie van die partijen zijn. Ja, maar u sluit op voorhand niemand uit? Nou, vooralsnog niet. Laten we kijken en waarvoor men staat. Ja. Nou, als we het over de rechtsstaat hebben en we hebben het over de rechterlijke macht, dan moeten we het nu ook hebben over de seculiere staat, dat bisschop Tjuni nogal wat uitlatingen heeft gedaan. Wat vindt u daarvan? Moet de kerk zich bemoeien met de politiek? Ja, we hebben in het Westen, dat we Nederland nemen, minimaal een eeuw terug, of wat langer dan een eeuw terug, en de scheiding gemaakt van godsdienst en politiek, laten we het zo plat uitdrukken. Daar heeft men duidelijke scheiding gemaakt. Ja? Dus tegen die achtergrond, zeker iemand als meneer Tjuni, zou dat beter moeten weten. En als hij dan voor de noden van de samenleving gaat, zijn er tig zaken waar de kerk zich druk zou moeten maken. Kijkt u maar, het beleid wat tot armoede leidt, de corruptie wat er nu plaatsvindt, de vernietiging van ons milieu. En zo kan ik doorgaan. De non-transparantie van deze regering. Terwijl de doorsneebevolking in armoede wordt gedompeld en steeds meer, leeft men als God in Zuid-Frankrijk. In een kleine groep. Ja, maar en zo, dat moet je als kerk toch ook, als je meent, ja toch? Dat is in de tijd, een aantal decennia terug, toen was ik een student in Leiden. Ja? Als de kerk in die samenleving, dan maakt de kerk keuzes ook voor dit soort zaken. Maar ja, naar het schijnt zijn sommige geestelijke leiders die zich op het politieke vlak willen beginnen, partijpolitieke vlak. Nou, laat ze maar komen. Dan moet men geen schuiltje spelen zoals we dat in Suriname doen. Dan weten we wel wie we tegen ons hebben. Maar wat u eigenlijk zegt is dat meneer Tjuni of bisschop Tjuni moet zich eigenlijk niet met de politiek bemoeien. Ja, maar nee, iedere keuze is politiek, laten we dat goed vaststellen. Ja, maar dan moet je dat op een eerlijke, laten we dat goed vaststellen, op een eerlijke manier dwars door de samenleving gaan. Okay. Niet op deze zeer subjectieve manier. Dat is zeer opvallend en verfoeilijk. Goed, dank voor deze uitvoerige toelichting. Dan hebben we het ook over president Santokki. En die heeft
toch wel PR-technisch Suriname goed op de kaart gezet. Heeft de hele wereld zo'n beetje overgereisd en goodwill gecreëerd. Slaat de balans in uw optiek nu door naar positief of naar negatief? Zeer negatief. Oké, dat kijk is helder. Kijk naar de verschillende keuzes die via het buitenlands beleid gemaakt is. We hebben ons onsterfelijk belachelijk gemaakt. Ja? Eerst waren we in wat Zuid-Amerikaans context betreft, liepen we links. Nu, omdat Lula trekt, willen we een andere weg opgaan. Nou, kijk u maar wat Israël betreft, wat voor blunder we geslagen hebben. En zo zou ik door kunnen gaan. Kijk u maar naar de stemming in VN. Dat we niet eens het fatsoen hebben opgebracht om te stemmen voor een onderzoek. Ik heb het nog niet over standpunten wat betreft de vreselijke dingen die in Palestina gebeuren. Nee, en zo zou ik door kunnen gaan. Wij hebben met ons buitenlands beleid ons zeer onsterfelijk belachelijk gemaakt. Ik ben erbij geweest toen bijvoorbeeld met Cuba. Hoe men Cuba behandeld heeft. Hoe men Venezuela behandeld heeft in het begin. En wat doet men nu? Men kruipt terug naar die landen. Maar dat begrijp ik, dat u geen grote fan bent van Santokki, dat blijkt. Maar tijdens de regeerperiode van de NDP is er natuurlijk ook niet echt veel gedaan aan Suriname promotion. Met een, dan moet u beter laten informeren, moet ik zeggen. Wij hadden overal vrienden. En ook in Nederland, ja. Sommige politici worden hun zaken doornemen. En het is bekend van de Nationale Democratische Partij. Het is een Nationale Democratische Partij. Het Surinaamse belang op de eerste plaats. Ja? We willen als goede vrienden, op een rechtvaardige, eerlijke manier, ook met Nederland omgaan. We hebben heel veel goede vrienden in Nederland, hoor. Dat wil eerlijk zijn. Kijkt u naar mijn verleden, mijn persoonlijk verleden. Maar dan praten we over u persoonlijk en we praten natuurlijk over de partij. We praten ook over de veroordeling van bijvoorbeeld uw voorzitter. En dat was eigenlijk een persona non grata in Nederland. Ja, maar oké, dat is Nederland. Maar wij zijn in Suriname bezig, ja, met de wettelijke regeling van het land. En ja, omdat het een persoon is die jouw politiek, die je politiek wil aanpakken. Dan ga je zeggen bepaalde wetten, ja of nee. Nee, maar zo werkt dat niet, meneer Tom. Goed. Er zijn een heleboel actuele punten die lopen in Suriname. Het gedoe over de Mennonieten. Dat is natuurlijk, voorzichtig gezegd, een communicatietraject waarin we het idee hebben dat niet iedereen op de hoogte is van wat er op de ministeries gebeurt. Heeft dat dan ook eigenlijk een beetje te maken met het feit dat er allemaal aparte commissies zijn die onder de president vallen, die dan eigenlijk ook hun eigen koers varen? Of heeft dat er niets mee te maken? Wat heeft te maken met de non-transparantie van deze regering? Zelfs ik in het parlement stel keer op keer die vragen. We willen de informatie, terwijl de regering verplicht is ons de informatie te verstrekken, weigert men dat te doen. Ja, dat kan niet. Dat mag niet in een democratische rechtsstaat. En dan schreeuwt men van het toneel dat ze een democratisch ingestelde. Nee, alles behalve dat. Dat maken we mee in Suriname. Keer op keer, tig voorbeelden zijn er. Tig corruptiezaken zijn er. In de afgelopen korte periode heb ik een lijst gezien van meer dan 100 corruptiegevallen met grote bedragen. Non-transparant. Oké, nou, dan komen we gelijk tot iets wat misschien ook wel een klein beetje bekend geworden is. Dat is het gedoe over het boek van Gerard van den Berg, Zaken doen in Suriname. Het bezoek van de president heeft er ook toe geleid dat heel veel bedrijven in Nederland heel erg enthousiast zijn en misschien ook wel in Suriname wat willen beginnen, bijvoorbeeld in de diaspora. Is het dan ook niet zo dat dit boek een beetje een openheid geeft waar ondernemers tegenaan lopen in Suriname? En wat mij dan ook verbaast, dat is dan direct een vervolgvraag, is waarom wordt er wel op de plaatjes gereageerd die, op het boek staan, maar niet op de inhoud? Want dat zou toch ook een leermoment kunnen zijn voor de ministeries en de mensen die erbij betrokken zijn? Ja, dat geeft de non-democratische houding van de huidige
bewindvoerders. Als meneer Van den Berg zijn ervaringen eerlijk met ons deelt, en als u dat boek leest, dan geeft hij feiten weer, wat hij tegengekomen is. En in mijn optiek heeft hij niemand een loze manier beschuldigd. Nou, waarom mag dat niet allemaal plaatsen, et cetera? Ga op de inhoud. En dat weet Walber, is van jaar en dag. En zeker deze regering met friends and family die steeds ja, werkt. En het is heel erg wat er nu gebeurt. De president waant zich. Niet alleen zijn regering als een uitvoerende instantie, maar ook die gaat op de stoel van de rechter zitten. Dat kan niet. Dat ja, kan niet. Principieel kan dat niet meer dan. Ja, prima, dat is heel erg. En dat hij nog boeken gaat willen terughalen. Nou, in een democratische rechtsstaat. Als u daar bezwaar hebt, om wat voor reden dan ook, dan gaat u naar de rechter. En dan moet u de uitspraak ja, afwachten en dan pas handelen. Nou, wat denkt u nou? Ik heb er geen goed woord voor. Maar wij zouden het toch fijn vinden als inhoudelijk er gereageerd wordt op het boek, omdat het een leermoment kan zijn ook. Voor de ministeries om te zeggen van we moeten toch een beetje meer openstaan. Je kan mensen wel uitnodigen, maar als daarna de deur met een klap dicht gaat, dan is dat natuurlijk weinig verheffend voor ondernemers en weinig motiverend. Ja, als mensen willen komen ondernemen, dan laten we eerlijk zijn, ze willen hun geld veilig gesteld zien. Ja. Dat zijn ondernemers. Ja? En als het de wereld eist, dat je dat op een transparante manier doet. Maar als je iedereen wat moet toeschrijven, ja toch? En al dat soort zaken die plaatsvinden, nee, dan gaan we. Maar ook als de randvoorwaarden niet zijn. Als we nu iemand een bedrijf wil opzetten, weet je hoe lang het duurt dat je een wateraansluiting hebt? Weet je hoe lang het duurt dat je een elektriciteitsaansluiting hebt? En zo zou je kunnen doorgaan. De randvoorwaarden zijn er niet. Ja, als je een vergunning aanvraagt, ja, hoe lang duurt dat? Ja, en als je een vergunning hebt, na 3 jaar moet je gaan verlengen, dan wordt er van je geëist dat je zoveel ja, geld in zakken van mensen moet stoppen. Dat weten we. Wie gaat dan in het land op deze manier investeren? Ik heb u aangegeven, we hebben zo'n ongeveer 10 minuten voor een interview. En u moet natuurlijk ook nog verder. Heeft u zelf nog ambities om nog een keer voor het hoogste ambt te gaan? Nou, ik ben ervoor gegaan. De samenleving vond toen in mei, misschien ja, wat voor reden dan ook, niet de geschikte kandidaat. Dan moet ik mijn hoofd daarvoor buigen. Maar aan de andere kant, de partij beslist daarover. Wat verwacht u als u naar de toekomst kijkt en naar de verkiezingen? Zijn er grote verschuivingen of met de nieuwe kiesregeling of... Denkt u dat het wel ongeveer blijft zoals het nu is? Nou, de nieuwe kiesregeling, dat moeten we met alle bescheidenheid alle credits aan de NDP geven. Laten we dat goed vaststellen. Want als we op de regering hadden gewacht, dan zou het nog niet daar zijn. En de kans was groot dat ze dat zouden misbruiken om het nog langer aan de macht te blijven. Dan kunnen we een heel ander programma aan toewijden. Ja, dat is één. Ik verwacht een... Een politieke aardverschuiving. Dat ja. Mensen in het kader van het nationaal belang ja, gaan kiezen voor partijen die bewezen hebben dat ze voor Suriname willen gaan stemmen. En dat is de NDP. Waar ik me wel zorgen over maak is, we zijn met regionieuws.tv ook bezig om in de media in Suriname te proberen een onafhankelijk stempel te zetten. En een van onze journalisten, ja, die is toch wel heel erg geschrokken van de zoektocht naar hem. Zonder dat er in principe een opdracht is gegeven aan het Openbaar Ministerie. Is het zo dat ik het toch wel heel prettig zou vinden als onze mensen open en eerlijk en onafhankelijk kunnen blijven communiceren zonder dat ze lastiggevallen worden? Ja, we merken aan wat parlementariërs, zeker van de oppositie, dat ze lastig gevallen worden, als ik het zo rustig netjes mag uitdrukken, door de huidige bewindvoerders. Ja? Dat je mening niet geaccepteerd wordt, maar via allerlei manieren men probeert de mensen te intimideren in Suriname. Dat is Suriname nu.
Oké, dus pleiten voor in ieder geval de onafhankelijkheid van de journalistiek. En dat moet je aanmoedigen, want het kan ook een corrigerende werking hebben op. Genoeg gevallen mee. Kijk u naar het geval van meneer Pinas en vele andere gevallen. Dat spreekt boekdelen. En ook de, ik moet dan ook de Nederlandse journalisten ja, vragen om waakzamer te zijn voor een democratische rechtsstaat in Suriname. En wat dat betreft, ik heb meer dan 17 jaar in Nederland gewoond, gewerkt en noem maar op gestudeerd. Ben ik een beetje in sommige vrienden teleurgesteld. Meneer Rabin Parmisse, ik ga u hartelijk danken voor dit gesprek. Ik ga u een goede reis terugwensen naar Suriname. En ik hoop dat het rustig blijft en dat het net zo'n prettig land is om te verblijven als te besturen. Maar ik verwacht van de komende verkiezing dat het heel onstuimig gaat worden, als ik het daarop mag houden. Dit was Regio TV aan tafel. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten in Nederland en Suriname? Dan kunt u ons volgen op onze website. Dat doet u op www.regiotvaantafel.nl. Ik ga u danken voor uw aandacht en graag tot de volgende keer weer.